Maurice, hoe is er getraind in aanloop naar NAC? Ja, goed. Goed, beter dan vorige week. Er waren vorige week twee momenten dat ik het heel matig vond. En dat zie je dan. Of dat uiteindelijk de reden is waarom je zo'n zwakke eerste helft speelt tegen Go Ahead, dat zul je nooit kunnen bewijzen. Maar het was voor mij wel een indicatie. Dus dat was teleurstellend, maar deze week is er prima getraind. Heb je de wedstrijd tegen Go Ahead met de groep teruggekeken? Ja. Wat was de conclusie na het zien van die beelden? Nou ja, ik heb alleen de beelden van de eerste helft geselecteerd, want de tweede helft vond ik wel heel behoorlijk. En toen zag ik het spel wat we wilden spelen. Nou, de eerste helft was gewoon zwaar beneden ons niveau door een aantal oorzaken. Nou, die hebben we benoemd en daar vallen dan wat kritische woorden ten opzichte van elkaar. Hè. Er worden soms dingen toen niet nagekomen, zoals we bijvoorbeeld getraind hebben of met standaard situatie. Nou, dan praat je over, dat zet je neer en dan hoop je dat het in het vervolg beter gaat. Dat hoort ook bij voetbal. Zijn ze wakker nu, denk je? Nou, dat mag ik wel hopen. Dat waren ze na de rust al, hoor. Ja. Maar de instelling zal tegen NAC toch heel anders zijn? Want dan moeten toch wel de eerste punten van het seizoen gehaald gaan worden? Ja, die moet anders zijn. Die moet ook altijd anders zijn. En alleen een paar keer per seizoen, dat is niet alleen ADO. Maar dat zijn veel ploegen die lopen wel eens tegen zo'n wedstrijd aan. Feyenoord verliest ook bij Zwolle en verliest vorig jaar bij Zwolle. Dus wij hebben vorig jaar ook een keer een hele slechte beurt gemaakt bij RKC uit. Dus laten we hopen dat we dat voor dit seizoen al een keer gehad hebben. Dat alle twee andere 32 wedstrijden, dat er met een andere beleving gespeeld wordt als afgelopen zaterdag. Hoe ga je spelen tegen NAC? Met dezelfde 11 als afgelopen zaterdag. En Zuiverloon op de bank? Weet ik niet, dat moet blijken hoe fit hij is. We hebben vandaag zijn eerste training gehad. Morgen gaan we nog een dag trainen. En aan de hand daarvan beslis ik of hij erbij zit. Hoe fit moet hij zijn om erbij te zitten? Nou, in ieder geval fit genoeg om in te vallen. Maar ook, dat kan ook wel heel snel zijn. Dus op het moment dat ik na een kwartier kunnen er twee tegen elkaar aanlopen. En dan zal hij er al in moeten. En daar moet hij wel fit genoeg voor zijn. Hij is hierheen gekomen. Hoe is dat gegaan? Nou, hij stond bij ons. Wij waren al langer gecharmeerd van hem. Contact is 3 weken geleden gelegd. Nou, toen gaf hij aan omdat hij in eerste instantie wilde kijken in het buitenland. Hij had al een aantal jaar in het buitenland gezeten. Maar dat op het moment dat dat niet zou lukken, dat hij dan als eerste ADO zou bellen. Hij heeft met Henk in het verleden gewerkt. Nou, dat heeft hij keurig gedaan. We hebben een goed gesprek gehad. Ik waardeerde het ook zeer dat hij gewoon eerlijk aangaf, ik kijk eens in het buitenland. En dan kom ik terug naar ADO. Hij heeft zijn woord gehouden. We zijn met elkaar in gesprek geraakt. Nou, hij is enthousiast gaan worden van onze manier van werken, van onze manier van voetballen en onze ideeën over voetbal. En uiteindelijk is het rondgekomen. Wat is hij voor type speler? Nou ja, hij is een voetballende verdediger. En ik vind met name achterin vond ik het heel magertjes, in met name in aantallen. Je ziet ook, Beugelsdijk heeft nu 2 wedstrijden gespeeld, al 2 kaarten. Dus je gaat er misschien alweer snel tegen schorsing aanlopen. Ja, en hij moet voetballend gewoon met zijn ervaring, moet hij kijken hoe moeilijk hij de concurrentie kan gaan maken. Dadelijk blijkt uiteindelijk wie er gaat spelen. En hij komt in aanmerking voor een aantal posities achterin. Nou ja, laat zij mij maar heel moeilijk maken wie uiteindelijk de 11 beste zijn. Ga je hem als rechtsback of centrale verdediger gebruiken? Nou, in eerste instantie zal hij zich moeten richten op het centrale plek. Omdat ik tevreden ben over de rechtsbackpositie. En Malone is daar een vaste waarde. Ik wil niet zeggen dat Malone dat altijd blijft. Want ik bedoel, als hij een aantal slechte wedstrijden heeft, dan moet je daar ook misschien een keer een keuze in maken. Maar Malone ontwikkelt zich uitstekend en is voor mij eigenlijk op die positie onomstreden. Nou, centraal zie je dat we nog wel eens wat moeite hebben, met name om aan het voetballen te komen. Dus daar moet hij zich in eerste instantie op richten. Maar nogmaals, ook Malone zou naar het middenveld kunnen. Dus je kunt allerlei kanten op. Het geeft me gewoon veel meer mogelijkheden. Dus hij moet aan mij laten zien hoe fit hij is en hoe ver hij is. En dan gaan we uiteindelijk de keuzes bepalen. Wat zegt dat een jongen als Zuiverloon, die in 2007 nog Europees kampioen werd met Jong Oranje, voor ADO kiest? Ja, nou ja, goed, daarin zie je natuurlijk dat er natuurlijk wel een hele omslag is in aanzien van de club. Dat vind ik met Zuiverloon, maar dat vond ik ook met Cabral, met Gaurier. Dat zijn spelers die een aantal jaar geleden niet van ADO haalbaar waren, denk ik, en nu wel. Dus ze kiezen voor de club. De club is in beweging, wordt elk jaar wat beter. Ze kiezen voor een bepaald idee van voetballen. Ze kiezen voor een bepaalde trainerstaf waarvan ze zien dat ze zich ontwikkelen. Nou ja, de laatste 2 jaar hebben we voor heel veel geld spelers naar topclubs verkocht. Dus dat zien zij ook. Dus dat is de status die ADO op dit moment heeft. Wat is de rol van Henk Vreese erin? Want hij is de man met het Feyenoord verleden die volgens mij al die jongens kent ook. Nou ja, die is daar natuurlijk belangrijk in. Henk heeft bijvoorbeeld met Zuiverloon gewerkt in het verleden. Dus die weet wat voor jongen het is. Nou, Zuiverloon weet hoe Henk werkt. En dan wordt vaak het eerste contact gelegd. Maar ja, Henk en ik lijken in werkwijze bijzonder veel op elkaar. Dus dat is een belangrijke schakel in dat hele verhaal. Nu is Zuiverloon de man die gekomen is. Hoeveel gaan er nog bij komen?
Nou, ik hoop dat er minimaal nog één bij komt om die selectie gewoon wat meer in de breedte te vullen. Is het dan een middenvelder of een verdediger? Het kan allebei. Het ligt eraan wat er voorhanden is, ligt eraan hoe we qua budget zitten. Het liefst heb ik er een middenvelder bij die ook wat creatiever is, die assist en doelpunten kan maken. Maar het zou ook kunnen zijn dat we een verdediger erbij halen en dat we met onze backs gaan schuiven. Dat zou ook nog kunnen. Tot slot, Katalin Tira is nog steeds niet speelgerechtigd. Waar zit hem dat in? Geen idee, dan moet je echt bij de mensen van de club zijn die over de documenten gaan. Geen idee.